Ja, mijn idee hebben ze nu wel de sleutel gevonden voor een beter voetbal. En Dus PSV zou best eens geschiedenis kunnen schrijven door zich te plaatsen. Ik heb heel veel vertrouwen in PSV. Je luistert en kijkt naar 2-4'tje met Aad, de wekelijkse podcast van soccernieuws.nl met presentator Eimert Pruis en Reke Wonder en meestervoorspeller Aad de Mos. Hola, daar zijn we weer, 2-4'tje met Aad. De overwinningen vliegen ons om de oren. Ajax, Feyenoord, PSV, dus druk een likeje en vergeet niet te abonneren. En soms zijn er ook gelijke spelen bij die misschien wel voelen als een overwinning, zoals Ajax tegen Aston Villa. Aad, heb jij wel eens een gelijkspel gevierd als een overwinning? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hebben met KV Mechelen ooit op een zwaar veld met sneeuw en ijs hebben tegen Dynamo Minsk hebben 1-1 gespeeld in de uitwedstrijd. Ja, dat is het. En daardoor waren we geplaatst voor de halve finale tegen Atalanta. Dus dat hebben wij wel gevierd, ja. Dat was, maar bijvoorbeeld in de competitie of zo, is het dan een 0-0, een thuiswedstrijd, als we het hebben over Ajax dan. Maar als je in de competitie kijkt, vroeger is het natuurlijk, zeker, was het één punt, twee punten systeem. Dat scheelt natuurlijk, één punt is meer waard. Ja, maar ja, ik heb zeg maar 80% van mijn carrière met twee punten systeem gewerkt. Later natuurlijk met drie punten, maar dat was een kortere periode. Maar ons kampioenschap in België... Bij KV Mechelen was een gelijkspel in de laatste wedstrijd. Hadden we genoeg aan 0-0. Toevallig heb ik daar gisteren nog over gesproken met diverse spelers. En er was een soort reunie voor wat opnames. Ja, dat was natuurlijk een feest van je welste. 0-0. En daardoor waren wij kampioen, waren we niet meer in te halen. Dus dat, zeker heb ik mijn gelijkspel wel eens gevierd. En zeker bij Ajax kan ik dat me best voorstellen. Ze waren zwaar de underdog, altijd goals tegenkrijgen, 1, 2, 3. Ja. En in zo'n grote wedstrijd met zo'n goede tegenstander de nul spelen, dan kan ik me voorstellen dat je daar tevreden mee bent. Ja, want jouw verwachting was ook dat Aston Villa zelfs met 3-1 zou winnen. Maar laten we daar even verder over gaan hebben in Coëfficiënt met Aad. Ja, het is een gelijkspel. Ze vierden dus over overwinning. Moeten wij het ook vieren in een Polonaise, Aad? Nou, dat niet. Ik bedoel, je bent nog niet geplaatst. En het zou natuurlijk een geweldig iets zijn als Ajax volgende week in Birmingham het weet te bewerkstelligen. Dan is dat wel een sensatie in de Conference League. En dan zijn ze op de goede weg. Hè? Want... voordat we de voorspelling van 1-3 maakten, moesten ze nog spelen met het nieuwe systeem tegen Utrecht. En dat pakte heel goed uit tegen Utrecht, 2-0. En nu ook weer in de wedstrijd tegen Aston Villa. Dus Ajax is, naar mijn idee, hebben ze nu wel de sleutel gevonden voor beter voetbal en betere resultaten op lange termijn. Is de sleutel dan het nieuwe systeem? Ik denk ook... Twee spelers erbij die dit systeem laten functioneren. Ik denk dat Manswerk en Kaplan twee schakels zijn die een heel groot verschil maken voor het team. En voor individueel van de spelers naast. Het maakt het wat makkelijker voor Henderson ook. Dat hij een collega ernaast heeft staan die hetzelfde werk doet als hij. En voor Hato en Rens is het natuurlijk ideaal dat ze Kaplan ertussen hebben staan. Ja, Kaplan die kwam een beetje uit het niets. Hè? Dat is, zag jij dat aankomen als meestervoorspeller? Nou, ik had wel gezien dat hij bij Jong Ajax dat hij wat rust aan de bal had. En dat hij een goed linkerbeen had. Maar ja, dat is altijd maar afwachten. Na zo'n lange blessure, of je dat ook in een volle arena kan met druk erop. En met tegenstanders van het formaat Eredivisie Utrecht en Aston Villa. Maar dat valt fantastisch mee. En het is te hopen dat die jongen niet opnieuw geblesseerd raakt. Want het is, het is wel een pareltje voor Ajax, denk ik. Dat hebben ze goed gezien voor de periode Mislintat om deze speler te halen. Ja, nou ja, dat is toch een Mislintat. Nou, hij had ook Manskerk heeft hij gehaald. Dus op zich, het is allemaal niet heel slecht op dit moment bij Ajax met de spelers die er opeens aankomen. En als je dan kijkt naar volgende week...
In Birmingham, zie jij dan Ajax, je zei eerst van 20% kans. Is die kans nu groter geworden voor Ajax om door te gaan? Nou, normaal gesproken zet je je geld natuurlijk op Aston Villa in een thuiswedstrijd. Kijk, ja. Als zij City kunnen kloppen thuis, als ze AZ kunnen kloppen thuis, als Arsenal kunnen kloppen thuis, ja, dan moet Ajax natuurlijk ook te kloppen zijn voor ze. Maar je weet nooit in welke fase je tegenstanders ontmoet en in welke situatie je kan verkeren. Een hele korte termijn kan het bergopwaarts gaan. Ik bedoel, na de wedstrijd tegen Utrecht had ik al een ander beeld van Ajax. Ik was alleen maar benieuwd of ze dat konden voortzetten tegen Aston Villa in een grotere wedstrijd. Nou, dat hebben ze laten zien dat ze dat kunnen. Ja, nu in een uitwedstrijd. Ze hebben nu twee thuiswedstrijden gehad, Utrecht en Aston Villa. Nu zal het moeten blijken na Fortuna zondag of ze dat ook in een uitwedstrijd kunnen. En ik zie mogelijkheden van Ajax om in ieder geval 1 of 2 goals te maken. En wellicht nog wat meer creativiteit erbij. Dat wellicht Berghuis nog zou kunnen instromen voor een speler die achter Brobbey speelt. Okay. Ik ben erg benieuwd. En kansloos zijn ze zeker niet. Nee, en is het dan, heb je misschien al een voorspelling voor ons? Voor die wedstrijd? Nou, ik denk dat het opnieuw een gelijkspelletje gaat worden, 1-1. En dat we in de verlenging gaan komen. Kijk, en, spannend. Ja, ik zie zelfs strafschoppen zou mij niet verbazen. Ja, dan wordt het natuurlijk Martinez tegen Ramai. Nou, Martinez heeft wel een reputatie van penalty pakken. Dat weten we van het WK. Dus dat zal kantje boord zijn. Nou, er wordt een hete avondje in Birmingham. Ja, absoluut. Ja, en dan gaan we misschien wel een goede week tegemoet. Want dan hebben we ook nog PSV bij Dortmund. Ja, je zei een dubbeltje op zijn kant. Is dat nog veranderd? Of hou je nog steeds vast aan die predictie? Nou, ik denk dat PSV een grote kans maakt. Ze zijn gewapend. Ik vind wel dat het heel erg belangrijk is of Veerman wel of niet speelt. Ik hoop dat hij fit genoeg is om daar te kunnen spelen. Wellicht dat hij vanavond kan spelen tegen Go Ahead. Dus ik ben benieuwd. PSV heeft alle wapens in thuiswedstrijden. Heeft ook alle wapens in uitwedstrijden. En ze zullen gebruik moeten maken van de gretigheid van Borussia Dortmund. Door het publiek gedragen, maar ook veel ruimtes weggeven. Dus ik zie zeker bij de achterhoede van Dortmund zie ik zwakheden. Ik denk dat Süle en Hummels niet de snelste zijn. En dat daar natuurlijk wel ruimtes kunnen komen waar middenvelders in kunnen komen met hun voetballend vermogen. Ik schat ook Til in die wedstrijd, dat die gevaarlijk kan zijn met zijn loopacties. Guus Til. Ja, dat zag. Nou, Luc de Jong weten we dat hij in topvorm is. En ook de buitenspelers Lozano, Bakayoko kunnen tegen. Zeker tegen Maatsen, die ik zeer matig vind als linksback, komen daar kansen. Dus PSV zou best eens geschiedenis kunnen schrijven door zich te plaatsen. Ik heb heel veel vertrouwen in PSV. Kijk, heel veel geschiedenis. En ze pakken natuurlijk ook zelf het vertrouwen van naar die wedstrijd tegen Feyenoord. Hè, om toch zo'n lastige wedstrijd ook toch gewoon weer niet te verliezen. Dus dan allemaal gaan we met vertrouwen vooruit kijken. Heb je dan ook een uitslag voor ons? Ik denk dat het een 1-2 overwinning wordt voor PSV. Kijk, dus, nou, tijd voor een Polonaise dus. Nou ja, voorlopig nog niet, want we gaan het eerst maar eens bekijken. Precies, we gaan het eerst bekijken. Maar ik heb vertrouwen in jouw voorspellingen, Aad. Dus ik geloof wel in de Polonaise. Ik pak mijn confetti en carnavalskostuum er alvast bij. Dan gaan we het pakken erbij. Maar wat ik natuurlijk altijd opzet, is een snorretje. En dan doen we dan de stalen snor, want dat is de volgende namelijk. De stalen snor. Ja, Aad de Mos, hij wordt binnenkort 78 jaar, is nog zo scherp als een kieviet. En het staat nee, snor is onder nee, de indruk. Wacht. Hij wordt 77, hè? 77? Oh, stalen snor heeft ze vergist, die kijkt alvast een jaartje vooruit. Excuses bij deze namens de stalen snor. 77, ja kijk, zo scherp was hij dus om dat er meteen op te merken. Hij voorspelde bijvoorbeeld de 2-2 tegen bij PSV Feyenoord. Dus ook zijn meeste voorspellingen komen nog steeds uit.
Dus onze huisanalist, die is een aanwinst voor elk programma, vindt de Stalen Snor. Naast 2-4 met Aad is er natuurlijk nog een programma dat heel goed scoort. En dat is Vandaag Insight. Nou, de Stalen Snor wil beide succesformules combineren. En die stelt Aad de Mos moet in Vandaag Insight. Aad? Nou, Vandaag Insight is een beetje te hoog gegrepen. Ik denk Voetbal Insight heb ik in het verleden wel gedaan. Bij Derksen en Van der Gijp, Tafel en Giné. Dat doe ik ook regelmatig nog bij Goedemorgen Eredivisie. Dus als er een moment is rond de Europese kampioenschappen, dan wil ik best een keer aanschuiven bij Derksen, Giné en Van der Gijp. Waarom niet? Ja, gezellig. Nee, ja, in het verleden had je soms wel eens wat akkefietjes, had ik een beetje uitgezocht namens de Stalen Snor. Dus ik dacht van misschien vriend liever niet, maar je bent natuurlijk groot genoeg om daar lekker aan te schuiven. Elk programma wat over voetbal gaat, daar ben ik in geïnteresseerd en geen enkel probleem. Dus als het maar over het spelletje zelf gaat en dat volgen we op de voet en alle ervaringen van kleedkamer, wedstrijden, scheidsrechters, toernooien, kun je er altijd aan dragen en je voorspellingen doen. Ja, en als we dan ook nog bijvoorbeeld de Oranje Zomer hebben met Helene, die kan je ook bellen. Ja, waarom niet? Het gaat natuurlijk zeker over activiteiten in de zomer, zoals Roland Garros, Tour de France, noem maar op, het EK. Dat is ook leuk. En, ik volg het ook allemaal, jazeker. Ja, want je hebt al eerder jouw liefde ook voor het wielrennen getoond in deze podcast, dus die kunnen we ook mooi meegenomen. Dus gewoon, de Aad is helemaal eens mee, Aad de Mos moet in Vandaag Insight, of ja, in ieder geval het gedeelte van Vandaag Insight waar het over voetbal gaat. En daarna mag je gewoon weglopen, Aad. Dat is de pauze. Reclame. Precies. Inderdaad, hartstikke goed. Nou, ben je daarmee eens? Wil je ook Aad de Mos in Vandaag Insight? Laat het even je weten. Begin een petitie. Misschien nog in andere programma's. Want Aad de Mos is op zijn 76ste, excuses. Bijna 77ste is hij nog scherper dan ooit. Hoe meer Aad de Mos, hoe beter. Kom je daarna weer lekker in de 2-4 met Aad om te vertellen over al de ervaringen op televisie. Dan gaan we lekker door, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar met Aad de Mos. Want we hebben zoals altijd advies van hem in Raad van Aad. Ja, in Raad van Aad geeft Aad raad, ongevraagd advies, het achteraf altijd heel erg nuttig blijkt. Aad, deze keer heb je advies voor? Johnny van Schip, de trainer van Ajax. Vertel. Er zijn alweer media-giganten die dat systeem wat ze nu spelen, wat ze heel goed kunnen uitvoeren, wat past bij deze spelersgroep, om dat weer te willen veranderen naar een 1-4-3-3-3. Ik zou dat niet doen. Ja. Ik zou vasthouden aan deze formule. Spelers voelen zich daar top in. En hij heeft nog een aantal mogelijkheden achter de hand met Bergwijn en Berghuis om het nog sterker te maken dan het is. Hij creëert in een internationale wedstrijd tegen Aston Villa toch 2-3 grote kansen. Dat is veel. Helaas zijn die niet afgemaakt. De creativiteit zou beter kunnen. En dat kan zeker met Berghuis en met Bergwijn daarbij. Dus ik denk dat hij alleen nog sterker kan worden met deze uitvoering. En met dit spelersmateriaal. En zeker nog met de wisselspelers die tussen aanhalingstekens die nu geblesseerd zijn. En die nog het elftal sterker kunnen maken. Dus wacht rustig nog even op Bergwijn en Berghuis. Die zullen wellicht al tegen Fortuna zondag of tegen Aston Villa aanstaande donderdag hun entree kunnen maken. Oké, dus houd vast aan het systeem. Hoe moeten we dit systeem nou eigenlijk noemen? Want er is altijd twijfel over, is het nou 5-3-2, 3-5-2, 3-4-3? Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Als ze aanvallen, dan gaat Goya mee naar voren toe. Die speelt een soort rechtsbuiten. Ik heb Sosa als linksbuiten gezien. Als ze onder druk komen te staan, dan staan ze met 5. En als ze zelf voetballen, dan staan ze met 3 achterin, 3 in het centrum. Dan zijn de backs die staan vrij hoog allemaal. Maar het gaat meer om dat de afstanden die worden gerespecteerd bij de spelers. Ze lopen elkaar niet in de weg. En je kunt niet meer zomaar doorlopen door het centrum. Dat je alleen voor de keeper komt. Dat wordt allemaal afgeblokt. Er staan nu 5 mensen centraal met manswerk
Henderson is dan vrij stevig tegen die drie aan. Dus probeer maar door die burcht van 5 heen te komen. Dat lukt je bijna niet. En, ja, en wat wil je zeggen? Het staat heel stevig. Het staat heel stevig. Maar wat wil je zeggen tegen die mensen die altijd zeggen van de Ajax moet het heilige 4-3 spelen met buitenspelers, mooie voorzetjes. Wat wil je tegen hen zeggen? Ja, dat natuurlijk een beetje ouderwets is. Dat is al lang niet meer zo in de internationale top. Het gaat vrij veel door het centrum heen. Het steekballen die door het centrum heen gegooid worden. Ook grote ploegen die spelen op die manier. Ook Real Madrid, ook Barcelona speelt met dit systeem, heb ik vaak al gezien. Nou ja, Manchester, die speelt al jaren, spelen ze met 3 achterin en variëren dat. Het gaat om de compactheid bij het aanvallen en het gaat om de compactheid bij de laatste fase. Dat je daar compact staat en een tweede bal kan oprapen. Een tegenstander onder druk kan zetten en kunt vastzetten. Nou, die dingen doen ze allemaal. Ik vind het vrij knap na 3 wedstrijden. AZ was natuurlijk minder. Maar Utrecht en Aston Villa gaat vrij goed. Dus dat kan alleen maar beter worden. En daar moet je er niet aankomen op dit moment. En moet je schakelen omdat je achter staat. Dan kan je altijd nog een keer terugschakelen naar 4-3. Dat is in het verleden bij Van Gaal ook gebeurd op het WK in Qatar in Brazilië. Nou, hartstikke helder. Goede raad, Aad. Dus dan weet John van der Schip wat hem te doen staat. Ben je het ook mee eens? Laat het ook even weten. En druk een duimpje als je het helemaal top raad vindt. En dan gaan we even nog een soort van ander advies vragen in Aads Oranje. Ja, Aads Oranje kijken we naar de wedstrijden van Oranje. En dan kijken we naar de selecties en alle spelers die we tot beschikking hebben. En dan vragen we aan Aad, is er een speler die je graag in Oranje wil zien, Aad? En wie is dat? Nou, ik zou het toch wel fijn vinden als Hato meegaat naar het EK. Waarom? Je moet zo'n jonge speler moet je koesteren. Die is dusdanig goed dat hij zijn ervaring daarop kan doen. Je kunt hem niet 1 keer selecteren en dan beoordelen en zeggen oké, ik weet nu ook dat hij bij Oranje past, want heeft hij laten zien en hem dan weer laten vallen. Ik vind, je moet hem er nu bij houden en je moet hem niet meer eruit gooien. Dat laat hij ook zien gisteravond in de wedstrijd uit door de UEFA. Als beste speler naar boven gekomen. Hij gebruikt beide benen. In het systeem wordt hij nog sterker. Dus als Koeman speelt met 3 achterin wat hij doet. Dan is hij met een linksbener is die ijzersterk. Hij is nooit geblesseerd. Mickey van der Ven is kwetsbaar. Botman is kwetsbaar. De Ligt is kwetsbaar, dat weten we. Ik zou hem altijd meenemen naar het EK. En misschien heeft hij het wel gedaan om hem wat rust te geven. Toen hij zijn selectie bekend maakte, was hij in wat mindere vorm. Hè? Dus dat was ook de voorlopige selectie op 1 maart. Maar nu moet hij ook gezien hebben dat hij weer helemaal terug is en dat hij zich als een vis in het water voelt in dit nieuwe systeem. En dat is eigenlijk bij Oranje is het niet nieuw. Dat spelen ze al jaren met Koeman nu. Dus hij is gemaakt en geschilderd voor dit systeem, neem AUB mee. In ieder geval naar het EK, maar misschien, het blijft natuurlijk een voorlopige selectie. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat Hato in die definitieve selectie wel gewoon komt. Is het dan niet zo van, je wil hem dan zien als een soort van ervaringsplekje, om ervaring op te doen? Of ook gewoon, hij behoort ook tot de sterkste centrale verdedigers van Nederland? Nou, ik denk vooral het laatste. Als je in zo'n wedstrijd als tegen Aston Villa wordt gekozen door de UEFA, dan ben je, naar mijn idee, ben je zeker geschikt voor Oranje. En dat is op het hoogste niveau, waar er gestreden moet worden tegen een Premier League club. En dan blijf je overeind. En hij is altijd overeind gebleven in moeilijke fases, dus voor mij geen enkel probleem. Is dan ook een speler niet geschikt voor Oranje, Aad? Nou ja, ik vind dat we zoveel goede middenvelders hebben, dat we jongens tekort gaan doen die op het hoogste niveau fantastisch spelen. Ik denk dat Frenkie de Jong is natuurlijk een vastigheidje. Reinders bij Milan is een vastigheidje. Dan heb je de 2 jongens die bij Atalanta altijd in de basis staan, altijd goed zijn geweest. En dat is Koopmeiners en dat is De Roon. Mm-hmm. En dan heb je nog Veerman en Schouten.
Dan vind ik niet dat je nog een keertje moet gaan kijken naar iemand die in Saudi-Arabië speelt, met alle respect. Ik ken de competitie door en door, dat is best een vrij goede competitie, maar ik kan me niet voorstellen dat hij nog die vorm heeft en die mogelijkheden heeft die hij had bij Liverpool bijvoorbeeld. En bij Paris Saint-Germain heeft hij de hele tijd niet gespeeld. Dus ik denk niet dat hij een plaats mag krijgen in plaats van een Schouten, een Veerman of Reinders of de Roon. Ja, dat is, ja, Jorginho Wijnaldum hebben we het over, even voor duidelijkheid voor de mensen die het niet aan de foto's door hadden of aan de teksten van Aad. Want ja, Wijnaldum is wel een beetje, ja, hoe kunnen we dat letterlijk lief zeggen, ja, het lievelingetje van Koeman. Hij heeft al gezegd van een fitte Wijnaldum gebruik ik altijd. Aad, ja, wat heb je daar een boodschap aan? Nou ja, als je hem wilt testen, en je hebt hem zelf gezien, dat heeft hij gedaan met Nigel de Jong, heeft hij een wedstrijd van Itifak gezien in Saudi-Arabië. Ja, inderdaad, ja. En hij heeft hem dat zelf ontmoet. Dan is dat zijn goed recht natuurlijk om tegen Schotland en Duitsland hem een kans te geven. En dan kunnen we ook in onze podcast kunnen we daarover over meepraten. Ja. En dan zullen we zelf ons oordeel geven. Dus dat is geen enkel probleem. Maar mijn idee is, en voorspelling is, dat ten koste gaat van betere spelers op het EK. Maar dat je nu nog een keer wil experimenteren, dat is zijn goed recht. Ja, kan je dat begrijpen ook? Had je dat zelf ook wel als trainer vroeger, dat je ook een speler had die jij heel fijn vond, die er altijd inzette, maar wat de buitenwacht dacht van ja, hij weer? Ja, natuurlijk. Dat is helemaal zo. Dat je bepaalde gevoelens hebt bij een speler die... Maar dat is geen zekerheid dat hij dat na 2 of 3 jaar nog kan brengen. Ik heb ooit Walter Meels bij Ajax gehad. En toen deed hij dat heel goed met de jonge jongens. En zo'n beetje zo'n Henderson figuur zoals nu. Met jonge talentvolle spelers. Maar bij KV Mechelen ging dat niet meer. En had ik een betere stopper in van Lei Kleisters. De vader van Kim Kleisters. Kijk, en dan moet je ook maar het moment aangrijpen om op een goede manier afscheid te nemen, om het even zo te zeggen. Of niet? Nou ja, hij viste hem weer op. Ik denk dat heel het voetbal in Nederland daar niet meer aan gedacht had aan Wijnaldum. Nee. Nou ja, goed, we gaan het in de gaten houden. Misschien speelt hij straks eens de pannen van het dak. En dan hebben we misschien, stellen we onze mening wel lichtjes bij. Maar voor nu gaan we even kijken naar zijn oude club in Match of the Weekend. Ja, Match of the Weekend wordt gespeeld op zondag om 16:45 en is aan de andere kant van het water. Namelijk tussen Liverpool en Manchester City. De topper, de nummer 1 tegen de nummer 2. De strijd in de Premier League draait weer om deze twee clubs. Aad, wat verwacht jij van dit duel? Nou, het wordt een spektakel natuurlijk. Heel de wereld kijkt naar die wedstrijd. Liverpool is fantastisch bezig. Wil Klopp een afscheidscadeau geven. Met een prijs. Dus hij zit nog voor 3 prijzen in de race. Hij zit nog in de Europa League. Gisteren weer een schitterende overwinning bij Sparta Praag met 5-1. Hij zit nog in de FA Cup. En hij speelt mee voor de titel. Staat bovenaan. City is top. Dat weten we. Manchester United met Erik ten Hag. Die zijn verleden week weggespeeld in een rondo van je welste. Zijn nog voorgekomen met een mooie goal van Rashford. Maar zijn daarna helemaal weggespeeld. Dit is wel... het hoogst haalbare wat betreft het moderne voetbal op dit moment in de wereld. Dus iedereen zal gekluisterd zijn aan de buis. Aanstaande zondag om 16:45 de topper. Nunez tegen Haaland. De Bruyne, noem alles maar op. Dat is crème de la crème van het internationale voetbal. En twee topcoaches langs de kant. Pep Guardiola en Jurgen Klopp. Ja, wie zie je als de favorieten? Manchester City of Liverpool? Ja, nou, dat is... op basis van het voetbal denk ik dat City een ander soort voetbal speelt. En, dus dat is mooier en verfijnder om naar te kijken. Maar het echte voetbal voor het resultaat en de manier van uitvoeren. Dus dat zijn twee verschillende spelstijlen tegen elkaar en dat botst regelmatig. En ik moet zeggen, ik zie ook graag Liverpool spelen. Het zal ook
afhankelijk zijn of Salah kan spelen. De berichten zijn zeer positief dat hij fit zou zijn voor deze wedstrijd. Salah heeft in het verleden altijd een verschil gemaakt in die wedstrijden. Dus het gaat gigantisch interessant worden. En ja, als Liverpool zou winnen, dan doen ze toch wel een hele goede gooi naar de opnieuw een titel. Ja, dat is in ieder geval een heel spannende spektakelstuk gaat het worden. Gaan we dan ook veel doelpunten zien, Aad? Met andere woorden, heb je een uitslag voor ons? Ja, er vallen altijd wel goals in die wedstrijden natuurlijk. Omdat de kwaliteiten die zijn zodanig groot van spitsen dat ze altijd wel tot scoren komen. En zullen elke fout die er komt bij hoekschoppen met counters in omschakelingen, zullen ze er gebruik van maken. Uitslag... Ik denk dat we een mooie wedstrijd krijgen met een 2-2 uitslag. 2-2, kijk. Schrijf weer op. Net als PSV Feyenoord, 2-2, Liverpool, Manchester City. Nou, dat was het komend weekend. We gaan daarna eventjes een korte pauze houden. En we zijn dan weer rond de 21ste, 22ste van maart zijn we weer terug. Ja, in de tussentijd gaat natuurlijk heel veel gebeuren. Aad, jij gaat weer lekker op het bankje zitten en voetbal kijken. Zijn er wat dingetjes de komende tijd waar jij speciaal naar uitkijkt? Nou ja, ik ben natuurlijk zeer benieuwd hoe het Nederlands elftal zich gaat ontwikkelen. Ik ben heel erg benieuwd wat Ajax en PSV volgende week gaan doen. Daar is alle aandacht op gefocust, met oog op de coëfficiënt, met het Nederlands voetbal. Het zou natuurlijk een geweldig iets zijn als we in april, mei nog met Ajax en PSV in Europa bezig zijn. Eentje in de Champions League, de andere in de Conference League. Dus er staat wel wat op het spel. Hè. De Portugezen hebben ook wat laten liggen gisteravond. Benfica aan punten. Frankrijk is in de sneltreinvaart ons voorbij gegaan in de coëfficiënt. Dus we moeten alert blijven. Dus dat zijn eigenlijk de twee punten die bij mij een grote rol spelen. Ajax, PSV en natuurlijk daarna het Nederlands elftal tegen Schotland en tegen... Dus voor Ajax en PSV is het op naar de kwartfinales. Ajax, een andere Ajax, die staat ook in de kwartfinale, in ieder geval van de Champions League, de Ajax vrouwen. Kijk je daar nog speciaal naar uit, Aad? Ja, nou ja, na de zeepad van het Nederlands vrouwenteam tegen Duitsland. Ook de verwachte nederlaag tegen de vrouwen uit Spanje. Ja, doet Ajax het natuurlijk in de Champions League, doet het fantastisch. Ze hebben zich geplaatst via de tweede plaats in de groepsfase. Ja, nu, en ze verrassen steeds weer. En dat gaat ook steeds beter. Ik vind ook het voetbal steeds beter bij de vrouwen worden. Dus iedereen is er ook wel gefocust. Het stadion in de arena lopen we steeds voller. Dus er is heel veel aandacht en heel veel animo in het positieve voor het vrouwenvoetbal. Dus dat volg ik dan wel op afstand. Maar als het even kan, wil ik ook wel gedeeltes van de wedstrijden wil ik zien. Ja, als het op tv komt. Kijk, en daar gaan we het dan weer over hebben in aflevering 75 alweer van 2-4'tje met Aad. Bijna even oud als jij, Aad. Ja, dus dat klopt. Maar dat ging deze 75 ging iets sneller als mijn 75 jaar, hoor. Ja, het lijkt misschien. Het vliegt voorbij, het leven vliegt voorbij. Maar wel mooi. Gaan we weer lekker over hebben in de aflevering 75. Daarna weer 76 gaan we weer door naar een prachtige verjaardagsaflevering. Maar dat zien we dan wel weer. Eerst gaan we kijken naar het lekker weekend. En wensen we iedereen een heel fijn weekend vanuit de 2-4'tje met Aad. Wederzijds en veel mooi weer. Dus het ziet er goed uit allemaal voor het weekend. Yes, fijn weekend. Adios. Adios.